Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Er ligt weinig bewolking in onze omgeving. En de wolken die er zijn, die zullen eerder van ons afdrijven. dan dat ze naar ons toekomen. Dat betekent een overgrote dag, ook in de ochtend. waarbij de temperaturen oplopen naar zo'n 4 à 5 graden. Na een koude start, vroeg in de ochtend, heeft het op sommige plaatsen licht gevroren. De temperatuur stijgt snel verder, omdat ook vanmiddag de zon uitbundig schijnt. En dan wordt het uiteindelijk 12 graden in het noorden tot 16 in het zuiden van het land. Een matige wind uit het oosten maakt het voor het gevoel misschien wat minder aangenaam. net iets minder lenteachtig dan de temperaturen doen. Vermoeden. Vanavond daalt het weer vrij vlot naar een graad of 10. Het blijft helder en ook begin van de nacht is het nog helder. Later neemt de bewolking wat toe en morgen gaat dat verder voortzetten. Vooral in de middag gaan er stevige buien vallen met kans op onweer. Voor de buien uit wordt het nog 14 tot 16 graden. Na de buien dan gaat de wind draaien naar het noordwesten en stroomt koudere lucht onze kant op. Woensdag bijvoorbeeld 8 tot 10 graden. Nog altijd kans op buien, nog altijd kans op onweer. Maar de buien zijn wat minder fel en later in de week wordt het dan ietsjes rustiger, maar zeker nog niet Steeds met temperaturen rond een graad of 10. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl